maandjes zijn allebei al wel goed verlopen. Ja, sowieso. Nederland is heel sterk dit weekend. En ja, de baan ligt er ook niet heel super bij. En we zijn, ik heb mijn best gedaan. Ik heb de laatste tijd ook niet zoveel met de motor gereden door mijn enkel blessure. En ja, al bij al is alles wel goed meegevallen. Dus, en voor het moment staan we denk ik tweede. Dus als straks Manuel en Jeremy terug kunnen een goede manche rijden, dan staan we zeker mooi op het podium. En ja, voor België is dat toch wel niet slecht, denk ik. En sowieso, ik dank ook wel mijn nieuw team. Want ja, die mensen hebben woensdag pas beslist dat ik mocht meedoen. En die mensen hebben alles gedaan om me toch kunnen laten rijden. Dus toch wel super. Ja, dat was zaterdag in de pre-kwalificatie gebeurd. En ik ben eigenlijk niet ten val gekomen. Ik ben gewoon heel verkeerd neergekomen met mijn voet. En ja, was ik wist eigenlijk niet echt dat het gebroken was. En ja, ik heb wel een beetje afgezien, want ik dacht dat mijn ligamenten of zoiets waren. En, maar ik heb toch overwogen van te rijden en wat dan goed ingetaped. En ja, ik heb toch wel afgezien. Dus, maar al bij al, het is goed gegaan. En, ja, de tweede manche had ik dan wat problemen met de motor, had ik stukken, dus spijtig genoeg, want dan was ik op plaats 15 al teruggekomen, was ik eigenlijk goed aan het rijden. Maar ja, het is toch wel een beetje verbeterd, mijn enkel, maar vandaag heb ik toch in de eerste manche toch weer even gestoten en heb ik toch wel redelijk wat last, ja. Ja, het was iets beter dan vorig jaar in de eindstand, dus, maar ik ben zeker niet tevreden van het jaar. Het was ups en downs. En dan heb ik eens een goede wedstrijd gereden. Dan op het einde in Lierop heb ik een heel goede wedstrijd gereden. En het was eigenlijk niet constant genoeg. En daar gaan we ook deze winter aan werken. Ik ben ja, in het begin van het seizoen goed ziek geweest. En dat heeft mij eigenlijk heel het jaar een beetje gepest gehad. En de gezondheid is ook op dat niveau is, ja, is dat heel belangrijk. En daar heb ik een beetje mee gesukkeld. En ja, voor mij is het niet zo'n heel goed jaar geweest. Nee. Ik ken Dirk ook al een aantal jaren en ik heb altijd wel een goede band gehad met Dirk. En we zijn altijd maar beginnen praten en praten. En ja, met dat we dan, ja, hij vroeg dan ook of dat ik soms geen interesse had om bij hem komen te rijden. En ik heb hem dan ook de vraag gesteld, maar doe je nog voort met meisjes? En hij zei nee, we stoppen eigenlijk met meisjes. En we gaan eigenlijk fulltime jongensteam oprichten. En ja, dat viel eigenlijk direct wel goed in de smaak. En met dat ik dan ook goed overeenkom met Dirk, was mijn keuze eigenlijk heel rap gemaakt voor de overstap te maken. Dus. Nu, volgende week heb ik nog een landencross, de Coupe de l'Avenir in Angrois. En dan de week daarop heb ik de laatste Nederlands kampioenschap, de laatste ONK. En dan is het ja, enkele weken totaal rust, een beetje ontspannen, misschien een beetje vakantie. En dan beginnen we weer stilaan te trainen, fysiek eigenlijk. En ja, dan gaat alles terug aan de gang voor het komend seizoen. Ja, het was echt enorm zwaar dit jaar en heel veel goede piloten en ook ja, heel kort bij elkaar allemaal. En het was eigenlijk, wie een goede start pakte, had eigenlijk ook een goede plek. Dus het was zeker ja, een waardevol jaar en met veel toppiloten bij en ja, het was echt heel zwaar. Zeker fysisch terug in orde geraken, want ik heb met om ziek te zijn, ik was in het begin van het seizoen eigenlijk heel goed in orde, maar ik heb dan alles een beetje verloren met heel het ziek te zijn en ja, ik hoop dat ik dat terug, dat ik nog beter kan worden, fysiek ook, en ja, dan gaat alles sowieso veel beter gaan als ik fysiek ook in orde ben. En sowieso ja, ook wat snelheid dat we kunnen winnen. Door ook meer op de hardere parcours te gaan trainen. En daar heb ik dit jaar eigenlijk redelijk veel gemist. De harde circuits. En dat heeft me eigenlijk een beetje genekt. Ja.